Dit filmpje gaat over allerlei empirische of wetenschappelijke overwegingen over zelfkennis die ook een beetje in twijfel trekken of je jezelf eigenlijk wel zo goed kent. En het sluit ermee aan bij eindtermen 30 en 33. De kandidaten kunnen uitleggen wat confabulatie is en welke gevolgen het bestaan ervan heeft voor eerste persoonsautoriteit. En 33 de kandidaten kunnen uitleggen wat impliciete oordelen zijn en dat ze een probleem kunnen vormen voor de deliberatietheorie van Morren. Nou, die deliberatietheorie hebben we nog niet behandeld. Gaan we ook niet doen in dit filmpje. Maar die kwestie over impliciete oordelen, die wordt hier wel uitgelegd. En als we dan meer over Morin hebben, komt die zaak van uh, nou, de problemen van de deliberatietheorie van Morin wel aan bod. Goed, we gaan dus een aantal, heel aantal onderzoeken eigenlijk zien. die op allerlei manieren duidelijk maken dat onze zelfkennis maar beperkt is. Op een gegeven moment werd er een onderzoek gedaan. En in dat onderzoek zaten er vier pantycousen op een rijtje. En dit zijn identieke pantycousen. En mensen mochten dan kiezen wat hun favoriete pentikaus was. Welke kousen ze het liefste zouden hebben. En het interessante is dat mensen in ruime meerderheid kiezen voor de rechterkous, ...terwijl die kousen identiek is aan de overige drie kousen. Maar dat denken ze niet... Ze denken dat ze de kous kiezen vanwege de kleur, vanwege het stiksel, vanwege de pasvorm, vanwege de glans enzovoorts. Maar dat is natuurlijk niet waar, want het zijn vier vrij in ieder geval kwalitatief zeer identieke pentiekousen. En uh, dit onderzoek werd uitgevoerd door Nisbet en Wilson in 1977, en dat laat volgens hen zien dat mensen eigenlijk niet weten waarom ze iets doen. Ze kiezen voor de rechte pentiekous. Het is waarschijnlijk dat de echte reden waarom ze dat doen puur en alleen is omdat die kous aan de rechterkant staat. Maar wat zij zeggen over waarom ze het doen, is heel anders dus dan waarom ze het doen. Er zijn nog andere vergelijkbare onderzoeken. Uh, Eén van die onderzoeken is een onderzoek waarbij mensen twee potjes jam voorgeschoteld krijgen. Twee potjes jam met echt heel andere smaken. Stel je aardappel, soja-aardappel appelmarmelade voor, dus behoorlijk bitter, duidelijk oranje. Versus behoorlijk zoete aardbei of zo. En mensen kiezen dan uh, een van de shams. ze zeggen dat vind ik de lekkerste jam. Maar ze krijgen een beetje van de andere jam terug om op te eten. En slechts 20% van de mensen heeft dit door. Slechts 20% zegt: hé, hey, uh, wacht even, dat was dus niet de jam die ik had gekozen. Uh, dat, 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 dat wil ik helemaal niet. Uh, en dat is heel opvallend wat dat betekent dus dat niet alleen mensen helemaal niet eens weten waarom ze dingen doen, maar volgens Johansson en Hall weten mensen dus zelfs niet eens wat ze doen. Ze weten gewoon op een gegeven moment helemaal niet eens meer, vlak nadat ze een keuze hebben gemaakt, dat ze die keuze hebben gemaakt. Dat ze dus aardbeien hadden gekozen in plaats van bijvoorbeeld de sinaasappelmarmelade die ze krijgen. En um, nou, dat, dat kan ook op andere manieren. Een tweede experiment van Johansson en Hall werkt namelijk als volgt. Ze kregen twee foto's aangereikt... En de vraag wordt eigenlijk gesteld: nou, wie is aantrekkelijker? Is dat de blondine of is dat de brunette? En wat krijgen ze terug? Ze krijgen de foto terug van de vrouw die ze juist niet gekozen hebben. Dus kiezen ze de foto van de blondine, dan krijgen ze de, de foto van de brunette terug. Uh, en dan wordt de vraag gesteld: nou, waarom is nou eigenlijk degene die je gekozen hebt aantrekkelijker? En het interessante is dat heel veel proefpersonen die kunnen uitleggen waarom juist de niet gekozen vrouw aantrekkelijker is dan de vrouw die ze in eerste instantie hadden gekozen. En sterker nog, het gaat nog verder, 84% van de proefpersonen dacht dat als zij mee zouden doen aan een dergelijk experiment, dat ze nooit in dit trucje zouden trappen. En toch trappen ze daarin. Dus mensen weten op heel veel manieren gewoon eigenlijk niet wat ze kiezen en waarom ze die dingen kiezen. En er is, zeker in dat laatste geval, zeker bij dat laatste experiment, ook heel duidelijk sprake van wat we dan confabulatie noemen. En van confabulatie, daar zit het woord fabula of fabel in. Een verhaal zou je kunnen zeggen, een verhaaltje. Want confabulatie is een verhaal verzinnen door mensen om hun keuze begrijpelijk te maken of te rechtvaardigen. Terwijl zij de redenen voor deze keuze niet echt kennen. Dus die mensen zeggen: ja, die brunette vind ik aantrekkelijker dan de blondine, bijvoorbeeld vanwege de vorm van hun neus. Maar in eerste instantie kozen ze voor iets heel anders. Dus dat lijkt niet echt. De daadwerkelijke rechtvaardiging te zijn. Want toen ze eerder die vergelijking maakten. ja, toen vonden ze juist de neus van de blondine weer aantrekkelijker. Dus confabulatie is eigenlijk. wanneer je zo'n verhaal verzint. dat afwijkt hè, van de daadwerkelijke reden. die er blijkbaar is om een bepaalde keuze te maken. De vraag is een beetje. wat zegt dit over uh, zelfkennis? En dat is vrij onduidelijk zou je kunnen zeggen. want in experimenten is het heel duidelijk. dat mensen confabuleren. maar de vraag is. doen ze dat in niet-experimentele situaties ook? En hier word je heel duidelijk misleid. Dan wordt aan jou verteld dat de foto bijvoorbeeld, die je terugkrijgt van die vrouwen... de foto is van de vrouw die je in eerste instantie had gekozen. Maar dat komt natuurlijk niet zo heel vaak voor. Hè. Dus wat zegt dat over zelfkennis in die niet-experimentele situaties? En de vraag is ook of ze confabuleren uh, over de dingen die je eigenlijk doet doen. Hè, want we weten nog, misschien wel dat bijvoorbeeld de introspectietheorie... in de neokartesiaanse variant zegt, nou, je, je bent ook helemaal niet um, onfeilbaar... Dus het feit dat je af en toe vergist in uh, jouw opvatting over wat je denkt en waarom je dingen doet en wat je eigenlijk doet, dat is helemaal niet zo gek. Dus de vraag is ja, wordt ook geconfabuleerd over zaken die er echt toe doen. En als we antwoord hebben op die vraag, hoeveel zegt dat dan eigenlijk over de eerste persoonsautoriteit? Met andere woorden, het feit dat wij af en toe um, nou, niet goed aan kunnen geven wat wij denken of waarom we dingen kiezen. Wat zegt dat eigenlijk over? Uh, de mate waarin je mij op mijn woord zou moeten geloven als ik iets over mijzelf zeg. Of vanwege het feit dat ik uh, het idee heb, althans, hè, dat ik best wel veel eigenlijk over mezelf weet. Dat ik best wel veel zelfkennis heb. In hoeverre tast dit de zelfkennis voldoende aan om ook de eerste persoonsautoriteit aan te tasten? Allemaal vragen, maar zaken waar we niet per se een antwoord op hoeven geven. Maar de overwegingen moet je kennen in ieder geval. Dan nou gaan we naar een ander iets. De zogenaamde uh, impliciete associatietest. En uh, de impliciete associatietest werkt als volgt. Uh, wat er namelijk gebeurt, is uh, je ziet uh, nu beelden op je scherm komen. En je ziet ook bijvoorbeeld gezichten van mensen verschijnen. En je ziet mensen met typische kenmerken van donkere mensen, die ook regelmatig natuurlijk gediscrimineerd worden, en van blanke mensen. En het idee van de impliciete associatietest is dat je um, gaat kijken welke woorden uh, mensen koppelen aan die beelden. Dus je ziet een beeld en je moet heel snel... Uh, reageren. En als je bijvoorbeeld heel traag reageert en toch goed invult bij bijvoorbeeld een donker iemand, dan zou dat bijvoorbeeld suggereren dat je daar lang over na moet denken. Dus dat je eigenlijk in zekere zin de associatie legt, de koppeling legt tussen slecht uh, worden en uh, donkere mensen. Bijvoorbeeld, nou, zo worden de zogenaamde impliciete associaties gemeten. En wat dat precies is, daar komen we dan zo meteen op. Je kunt namelijk ook, en daar gaan we het eerst even over hebben, een impliciet vooroordeel hebben. Een impliciet vooroordeel is een onbewust oordeel over iets of iemand dat gebaseerd is op een stereotype. He, dus een stereotype bijvoorbeeld zoals de Fransman die je hier ziet, en daar heb je dan een onbewust oordeel over. Dus het is niet dat je dat weet van jezelf. Je zou het waarschijnlijk ook nooit zeggen. Je zou misschien zelfs eerder het tegenovergestelde beweren, maar het vooroordeel is er wel. En een impliciete associatie is wat anders, want een impliciete associatie is een onbewuste associatie tussen twee zaken. Zelfs bijvoorbeeld een woord en een beeld, zoals je zag in de testen die we net hebben gegeven. Dus het ene is duidelijk een oordeel, het andere is meer dat je twee woorden aan elkaar koppelt. En het is eigenlijk geen oordeel, het is gewoon wat er gebeurt. Of twee zaken aan elkaar koppelt, bijvoorbeeld een woord en een beeld. Nou, um veel impliciete associaties in die IAD, in die impliciete associatietest, zijn combinaties van negatieve woorden en beelden van mensen uit vaak gediscrimineerde groepen. Met andere woorden, als je zelf zo'n test zou doen, en die test kun je gewoon doen, uh, dan komt bij heel veel mensen eruit dat zij negatieve woorden uh, koppelen aan beelden van vaak gediscrimineerde groepen, zoals donkere mensen, homoseksuelen, oudere vrouwen enzovoort. Um, maar. En dit is heel belangrijk om te beseffen, hoewel de auteurs van het examenboek dit absoluut niet doen. De impliciete associatietest meet geen vooroordelen. Want het meet überhaupt geen oordelen, dus het zou ook geen voordelen kunnen meten. En dat meet ook niet hoe mensen handelen als het erom gaat bijvoorbeeld of je wel of niet iemand aan zou nemen met een bepaalde uh, etniciteit in jouw bedrijf. Maar de resultaten van de impliciete associatietest worden vaak ten onrechte wel zo geïnterpreteerd. Met andere woorden, als jij in een impliciete associatietest. Bepaalde negatieve woorden koppelt aan de beelden van donkere mensen, wordt daaruit vaak de conclusie getrokken dat je dan eigenlijk stiekem ook negatief denkt over die mensen. En dat dat negatieve, allemaal onbewuste natuurlijk denken, of die negatieve voordelen, ook zijn effect zullen hebben op hoe je handelt ten opzichte van die mensen. Daar is echter geen enkel bewijs voor en die suggestie is ook onjuist. Desalniettemin moet je weten dat die IAA't zo wordt behandeld. En het is ook goed om te weten dat de auteurs van het examenboek denken dat deze conclusie wel getrokken mag worden. Maar goed. Stel nou dat als de impliciete associatietest ook impliciete vooroordelen zou meten, dan was er blijkbaar een verschil tussen de oordelen van mensen, onbewust weliswaar, en hun bewuste beweringen. Want veel mensen die in zo'n impliciete associatietest negatieve woorden aan voor donkere mensen koppelen, zeggen: Ik ben geen racist. En ook hun daden, want ze zeggen: als we de koppeling maken tussen vrouwen en negatieve woorden, hè, dat vrouwen neem ik net zo graag aan als mannen. Want natuurlijk, dat handelen wat je hebt, vloeit voort uit de oordelen die je hebt. En ook in dit geval, dus, lijkt je eigenlijk te kunnen concluderen dat uh, wat wij weten over onszelf en wat ons drijft en wat wij denken, uh, veel minder goed is dan hoe het feitelijk uh, Zit en dat we dus eigenlijk niet precies weten wat wij denken doen, of uh, sorry, wel wat we doen, maar wat we menen en onze, wat onze oordelen zijn.